Ben je onder de 18? Nou, dan kom je het casino natuurlijk niet in. Maar online is leeftijd vaak moeilijker te controleren en wordt er natuurlijk ook wel eens over gelogen. In elke schoolklas zit er gemiddeld 1 persoon die online gokt. Dat is best veel, maar tegelijkertijd ook niet zo gek. Want wanneer er geld in het spel is, dan wordt het aantrekkelijk. Gokken is eigenlijk net een soort spel, maar dan niet met knikkers, maar met echt geld. Leuk en spannend, maar ook gevaarlijk, want het is ontzettend verslavend. Niet voor niets 18 plus dus, en niet voor niets dikke boetes als je jonger bent dan 18. Maar hoe weet je nou of jij, of misschien iemand die dichtbij je staat, gokverslaafd is? Je gokt met geld wat je niet kan missen, of zelfs leent. Je kan niet stoppen met gokken, of hebt er moeite mee. Je doet het niet alleen omdat je het leuk vindt, maar je voelt echt een soort drang dat je moet gokken. En je geeft er steeds meer geld aan uit. Je bent er zoveel mee bezig, waardoor je je vrienden en school vergeet. Of je denkt eraan terwijl je bezig bent met andere dingen. Herken je nou jezelf of misschien iemand anders hierin en zoek je hulp of misschien advies, informatie, dan kun je terecht bij Jellyneck. En je kunt hen ook anoniem een vraag sturen. En natuurlijk kun je ook terecht bij ons, het jongerenwerk in de wijk of vertrouwelijk appen via WhatsApp. Wil je nou meer informatie, advies of tips over hoe je ook veilig kunt gokken? Check dan jouw 030.nl.